Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en wij gaan eventjes lekker met z'n tweetjes op avontuur. Het is echt super warm. Ik snap trouwens niet waarom jij een lange broek aan hebt, dat zie ik nu pas. Ja, weet ik echt niet. Het is gewoon lekker. Oké, okay, nou we gaan in ieder geval even lekker op de scooter. En ik heb een lekker kort broekje aan, verse schoentjes, vers t-shirtje, lekker gedoucht. En ik wilde mijn helm opdoen en toen dacht ik weer van wauw, heb ik serieus zo'n groot hoofd? Er staat namelijk XXL. Maar toen besefte ik me dat dit een Italiaanse helm is. En Italianen zijn gewoon wat kleiner en hebben volgens mij ook een kleiner hoofd. Ja, dit is denk ik een L. Want ik draag nu een L en ik draag normaal het S. Dus dat dan zit er twee maten verschil. Ik wou net zeggen, ik wist dat ik een groot hoofd had. Maar zo groot. Yo. Je ziet het altijd als ik ook mijn pet op doe. En dan daarna doet mij mijn pet op. En dan wil ik hem weer opdoen. En dan denk ik echt van wow, je hebt zo'n klein hoofd. Ja, dan past hij jou niet meer. Maar misschien heb ik gewoon een groot hoofd. I don't know. Of we hebben beide gewoon geen normaal hoofd. Ik te klein, jij te groot. Ja, dat zou kunnen. Goed, even helmpje op, tasje om. En dan gaan we er vandoor, schatje. Keurig. Let's go. Let's go. We gaan de dag lekker beginnen. Voor iedereen die trouwens weer naar school gaat, doe je best. Voor iedereen die nog vakantie heeft, geniet er niet... Geniet er nog eventjes van. Voordat je weet, vliegt de vakantie weer weg en ga je weer naar school. Of aan het werk natuurlijk, hè. Shout-out naar alle werkers. Oké, okay, we gaan er vandoor. Mooi outfitje heb je aan, moet ik zeggen. Die roze kleur van de schoenen zit weer een beetje zo hier in het shirt. En blauw, nou. Terwijl ik vroeg aan jou tijdens het douchen van schat, wil je een outfit klaar liggen? Ja, maar jij hebt die schoenen erbij gezocht. En dat vind ik een hele mooie keuze. Dit zijn op dit moment de meest lekkere zittende schoenen ever. Beter dan de Nike Air Force One. Echt, hè? Deze lijken hetzelfde als Air Force One. Ja, maar het is hetzelfde als deze. Hetzelfde als Dunks. Oh ja, Low Dunks, ja. Het was ook iets van een rechtszaak volgens mij van Bape. En dat Bape werd aangeklaagd door Nike omdat het te veel op elkaar ligt. Ja, want ze hebben twee modellen. Deze, nou wel meerdere, maar deze en ook eentje die op die Nike Air Force One lijkt inderdaad. Ja, liked. Ach ja, het is wat het is. Hoppa. Skurt. Komt u maar. Jij hebt hier nog nooit in gepraat. Nee, dat klopt. Wow, jouw stem is zo fijn met een microfoontje. Hallo. Kom op, schatje. Hoi. Zeg eens even, hallo dames en heren. Kokrammetjes. Let's go. Hey, let's go. Lekker ontbijten. Ik vind dit echt zo'n leuke routine van ons dat we dit vaker doen. Gewoon lekker op de scooter en dan gaan we weer terug naar Zeist, eigenlijk waar we eerst woonden. Ja, ik ben vooral dankbaar dat wij in een positie staan dat we dit kunnen doen. Want daar denk ik nog wel eens over na, dat ik dacht van wow, we kunnen gewoon dit zo doen met z'n tweetjes op de scooter in de ochtend, lekker weer en gewoon ontbijten. Het is ook gewoon fijn dat we onze eigen soort van tijden kunnen inplannen. Dus daarom kunnen we ook de ochtenden gewoon lekker rustig doen meestal. En dan gewoon lekker ontbijten en dan ja, vanmiddag gaan we weer aan de slag. Ja, dat is wel belangrijk om te weten inderdaad. De tijd die we nu zeg maar soort van chillen en genieten en ontbijten. Ja, later dan vanavond of vanmiddag, dan moet natuurlijk wel wat gebeuren. Moeten we het weer inhalen. Dus dat blijft toch een beetje het lastige wel hoor, van het vloggen. Is om te laten zien wat je doet aan werk en wat er achter de schermen gebeurt. En eigenlijk van wat je filmt. Blijft altijd wel echt lastig. Ja, achter de schermen gebeurt ook heel veel. Maar dat beseffen mensen zich meestal niet. Maar jij hebt laatste keer een dagje gedaan, toch? Dat jullie het zien achter de schermen. Ja, klopt. Dat was een dikke drempel. Ja, ik had laatst wat meer achter de schermen laten zien van wat er nou precies aan de hand is. Achter de schermen. Dat ik dan bijvoorbeeld langer dan een uur met mijn accountant zit. Daarna allemaal facturen moet betalen. Gewoon allemaal een beetje van die zakelijke dingetjes wat niet zo heel erg leuk is om naar te kijken, vond ik. Maar er werd gek genoeg heel erg leuk op gereageerd, waarvan iedereen zei van wow Enzo, dit hadden we niet verwacht. Of wat super leuk dat je wat meer deelt dan alleen de leuke dingen die je doet en de dingen die je laat zien normaal gesproken. Dus dat is wel heel erg nice. Ja. Dus dat vond ik wel leuk om te horen. Ik blijf dit echt altijd een gekke plek vinden. En vooral die vrachtwagens ook, die komen eigenlijk zo dichtbij hier met een dak. Het is echt bizar. Al deze mensen gaan gewoon ergens naartoe. Ja, om dat te beseffen. Deze mensen zijn gewoon allemaal onderweg. Die hebben allemaal een plan van waar ze heen gaan en wat ze gaan doen. En bijna iedereen luistert muziek. Denk het of ja, radio. Denk het wel, ja. Dat is zo gek om te beseffen. Kijk hoe druk, hè. Ja, het gaat dan één stuk door. Alleen maar, de hele dag. Maar je moet hier een keer 's nachts staan, eigenlijk. Dat is nog satisfying. Dan is de wereld soort van uitgestorven en dan komt het echt één keer bijna niemand. Twee, drie minuten komt er een keer iemand langs.
klopt. Maar dit is zo'n fijn plekje om gewoon even te kijken, om gewoon even stil te staan met de scooter. Gewoon even te checken van, hoe kijk nu? Heel lang niemand. Eentje in één keer. Oei, dikke vrachtwagen. Ja joh, mooi. Oké, daar gaan we dames en heren. Weer het leuke bospaadje. Deze blijft zo nice. Je hebt eerst een paar van die slalombochtjes. Hoppa. En dan hier heb je een mooi bochtje naar links. Kan je niet heel veel zien, even remmen. Vol gas. Kijk, en dan heb je hier weer een paar van die slalom. Hop. Naar links. Hier kunnen we vol gas blijven houden, ja. Hoppa. Hoe nice is dit? Heel fijn paadje. Boom. Dat vind ik altijd zo nice om door het dorp te rijden. Die drukte overal tussendoor. Dat is echt nice hoor. Dat is echt gezellig of zo. Je hebt nu ook markt hier. Sowieso een dikke auto hè dit. Check dan. Gruwelijk. Zo'n Dodge Ram. Weet je wel, die Bas ook heeft. Maar dan in het rood gewoon. Dat is eigenlijk perfect. Kijk dan. Zo dik. Nou, we gaan even lekker ontbijten. We zitten dus nu in een koffietentje. En we hebben even lekker wat besteld. Ik heb hier een lekker shootje. Marvin heeft een lekker shootje. Ik heb een kleine cortado met een hartje. En nu heb ik even wat opgezocht. Ik heb opgezocht hoeveel, en niet op mijn telefoon kijken, ligt hier beneden. Hoeveel inwoners heeft Nederland op dit moment in 2023? Bij de laatste telling. 17,8 miljoen. Of Marvin is hier veel te goed in, of... Ik heb niet gekeken, echt niet. Serieus niet. Ik zweer het. Is het echt zo? 17 miljoen en 811.000 inwoners. Ik heb echt niet gekeken. Ik heb echt niet gekeken. Ik geloof me. Serieus. Weet je, waar staat het? Ik zie het ook niet eens. Waar zie je? Oh, die rechter. Wow, ik keek naar die linker. Ik zie het nog steeds. Oh ja. Oh, wow, ik zei het gewoon. Dan ken je dat nummer nog van 15 miljoen mensen. Op dit hele kleine stukje aarde. Hallo. Oh ja hoor, hi. Ik was net bezig met een interview. Ja, tuurlijk. Ja, als je pen en papier hebt, dan wil ik best een handtekening zetten. Ja hoor, geen probleem. Maar dat nummer, 15 miljoen mensen op deze hele kleine stukje aarde. En altijd... Hoe gaat hij verder? Op dit hele kleine stukje aarde. Ik weet het niet. Je moet ook zo met je hoofd knikken, dan kom je erin. Nee. Jammer. En toen dacht ik van, we waren net aan het kijken bij de snelweg. Hoeveel auto's zouden er dan zijn in Nederland? Dus toen ging ik kijken en toen zag ik dat op 1 januari 2023 waren er ruim 8,9 miljoen personenauto's. Ik kom zo bij jullie terug. Kijk. Hij heet Ryan. Ryan? Ja. Is dat voor je kleinzoon? Ja, helemaal. En dan op, mijn handtekening. Ja, kijk eens aan Ryan. Hey. Alsjeblieft. Ja. Doeg. Maar dat is dus 8,9 miljoen. Dat vind ik echt wel veel hoor. Dat is echt veel. Ja? Maar nu ben ik ook benieuwd, hoeveel scooters zijn er dan? En hoeveel fietsen? Nee, hoeveel scootmobielen? Wow. Oh my god. Het aantal scootmobielen in Nederland neemt al jaren toe. Ja, dat klopt. Ik zie ze echt veel. In 2003 waren er 115.000 mensen met een scootmobiel. En nu ruim 300.000. Wow. Dat is echt veel, hè? Ja. Wow. Dit is een scootmobiel en die haalt een topsnelheid van 45 km per uur. Een scootmobiel. Echt hard. Hoi, joh. Nou, opa en oma, als jullie ooit een scootmobiel nodig hebben... Jullie krijgen de Ferrari scootmobiel, oké? Gaat 45. Volgens een voorzichtige schatting zijn er in 2013 in Nederland 600.000 scootmobielen. Maar komt dat gewoon omdat er meer ouderdom is? Denk het wel. Hey, shout-out naar de oudjes. Hoeveel fietsen? Ja, daar ga je echt van schrikken. Hoeveel fietsen zijn er in Nederland? Zoveel meer dan auto's. Oh my god. Dubbele, ik denk meer in dan inwoners. Oh my god. Dit had ik echt niet verwacht. Ik denk misschien wel het dubbele dan inwoners. Dus dan 31,4 miljoen. Wow, dat vind ik wel echt een bizarre schatting. Dat is wel wat te veel wat jij zegt. Maar alsnog, er zijn 17,8 miljoen mensen in Nederland. En er zijn 22,8 miljoen fietsen. Dat betekent dat elke inwoner in Nederland 1,3 fietsen heeft. Ja. Dat is toch bizar? Dat is echt niet normaal. En dat is uniek in de wereld, staat er ook. Ja, dat vind ik ook. Dat is super uniek in de wereld. Wow, dat is echt bizar. Wauw. Bijna. Oh, ik schrok. Ik dacht, oh, bijna? Wat bijna? In totaal zijn er 732.000 snorfietsen, scooters. Zo, dat is wel veel.
Dus ja, dat is veel. Hoeveel tweelingen zijn er in Nederland? In Nederland worden de laatste jaren ongeveer 3000 tweelingen per jaar geboren. Dus je bent echt wel uniek hoor, als je een tweeling bent. Dat is niet veel. De kans op een spontane tweelingzwangerschap is in Nederland ongeveer 1 op de 80, 1 op de 90. En dat wil zeggen dat 1 op de 80, 90 spontane zwangerschappen een meerlingzwangerschap is. Spontane drielingzwangerschappen zijn zeer zeldzaam. Je zou maar een drieling krijgen. Oh, oh ja, lekker. Dankjewel. Oh, we gaan goed eten vandaag. Ik heb een lekkere pulled chicken wrap. En ik heb een lekker sausijzenbroodje. Want dat is gewoon hoe ik ga rollen vandaag. Let's go. Eet smakelijk. Als jij trouwens weet hoe het nummer verder gaat. 15 miljoen mensen op dit hele kleine stukje aarde. Laat het weten. Voor die laat je in hun waarde. Hey, 15 miljoen. 17,8 miljoen. Nou, bij de 20 miljoen moeten we iets vieren, mensen. Nou. Joe. Hoppakee. Super. Hey, pakketjes. Hoppa. Oh, ik ben zo blij dat ze niet zo doorweek zijn, want het heeft heel even geregend. Maar niet hard genoeg, want ze staan er nog goed bij. Ja, gelukkig wel. Oh, echt nice. En we halen de container eventjes weer naar binnen. Als die leeg geleegd is, ja. Ja, die is sowieso geleegd. Ja? Ja, ja. Ik zet de scooter al weg. Doe maar. Oh, check dit. Perfect. Wauw, dus ik denk dat ze nu gaan legen. Ik ga even kijken. Het is best wel gek, want dit heb ik nog nooit eerder gehad sinds dat ik op mezelf woon eigenlijk. De container elke keer buiten zetten. Dat is echt zo'n dingetje van vroeger toen ik bij mijn moeder woonde, dat dan de vuilnis buiten gezet moest worden. En dat komt omdat hiervoor, toen ik bij het appartement woonde, toen hadden we één bak. En dat is eigenlijk gek, want het is niet echt meer van deze tijd of zo. Maar toen hadden we één bak en dan kon je alles ingooien. Letterlijk alles. Alles bij elkaar. En nu moeten we wat meer scheiden. Dus nu heb ik elke keer een bak die ik neer moet zetten buiten. En hij is nog niet geleegd. En dat gaat hij dus nu doen. Wow, dat is perfect. Wat een timing. We hadden hem vanochtend neergezet en waren al bang dat we te laat waren. Maar er zijn wel mooie pakketjes binnengekomen. Ongelooflijk. Kom er even een unpacking aan, dames en heren. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst eventjes naar beneden. Want ik heb eventjes iemand binnengelaten. En die gaat mij helpen met de flipperkast. Want de flipperkast, ik heb onderdelen opgestuurd gekregen. En ik probeerde het zelf te maken. Maar dat was mij niet helemaal gelukt. Wel mijn best gedaan. Maar nu is Melvin er, die ook had geholpen om de flipperkast serieus via deze trap uiteindelijk hier te krijgen. En wat een plezier heb ik van die flipperkast. Maar dat betekent dus hoe meer je gaat spelen, hoe sneller je ergens tegenaan loopt. Ja, en Melvin die komt eventjes langs met zijn gereedschappen om te kijken van ja, kan ik het in één keer maken? Maar volgens mij lukt dat wel. Hij doet het alweer. Hij doet het alweer. Oh, heb ik het gemist? Ik zei nog tegen Melvin. Nee, ik kan het je alsnog laten zien. Ja? Oké. Okay. Want dit pompje, deze had ik dus vervangen. Deze. Ja, klopt. Alleen die hoefde niet vervangen te worden. Dus oké. Okay. Daar ging het al mis. Extra onderdeel op. Als je hier tussen kijkt, ja, dan zie je hier nog een metalen plaat zitten met twee schroefjes. Juist. En die was waarschijnlijk losgetrild en niet verschoven, waardoor de spoel zeg maar schuin gaat zitten en het staafje zeg maar langs elkaar heen slijt, waardoor die dus vast komt te zitten. En dat is puur door gewoon spelen? Ja, mechanisch trilt dat los, dus dat ga ik nu al mooi opnieuw vastzetten. Oké. Okay. Maar in ieder geval, hij beweegt weer. Die doet het weer? Die doet het weer, dus je kan echt gewoon aan de slag. Ja, want nu als ik twee vingers doe en ik laat hem los, ja, dan gaat hij precies weer op hetzelfde moment naar beneden. En deze ging eerst zeg maar heel traag en die meteen en dan ja, perfect. Oh, ik kan niet wachten om weer te spelen. Zo so nice. Ja, gaan we gelijk zo direct wat onderhoud doen. Er zijn altijd natuurlijk wat rubbertjes die versleten aan deze kant. Ja, precies. Zij schiet je op. Dus ja, want hoe vervang ik die? Die nou, deze kan je in principe ertussen komen en dan kan je ze gewoon eraf halen. Ah, en ik denk okay, dat we die ook gaan zo niet, dan halen we weer plastic los en dan kunnen we ze vervangen. Okay. Dit zijn gewoon slijtagedelen, dus de bal komt hier het allervaakst op. Ja. Sowieso, best is gewoon om zeg maar één keer in de maand even een doekje. Ik laat dat spul hierachter, een soort een waxmiddel. Ja. Waardoor je ze eigenlijk altijd de snelheid van de bal erin laat. Ja, precies. Dus dat gaan we ook even doen. Ja, want je ziet serieus speelsporen van de bal. Correct. Die de hele tijd hier er langs rolt. Klopt, dat is het balpad. En als je gelukkig ook ziet, zo mee kan het meeste met een doekje, kan je dat wel afhalen. Ja. En de rubbers die nu versleten zijn, die gaan we gelijk weer fixen voor je. Zodat je heel nice kan spelen zo direct. Wauw. Nou, dan gaan we eens even kijken, dames en heren, dat als hij helemaal is gesmeerd en hij doet het weer, of we dan misschien weer even in de topscore kunnen komen. Dus ik ben benieuwd. Dus nou, hij is vandaag weer helemaal ready to play. Boom! Ik was geland op de aanbiedingspagina. En dan had je allemaal van die goede
goede deals en die kon ik niet laten liggen. Dus stond er een powerbank. En aangezien Marjolein en ik wel vaak op reis gaan, en ik heb wel een powerbank, maar dat zijn van die hele grote lompen, die heb ik echt lang geleden een keer gekocht. En toen zag ik dat dit een hele kleine powerbank was, die wel heel erg goed was. Dus ja, ik heb een hele kleine powerbank gekocht voor onderweg. Super nice. Kijk. Ik heb even SD-kaartjes gekocht. Die kan ik ook wel goed gebruiken voor de GoPro en zo. Ja, deze heb ik gekocht eigenlijk voor Marjolein en mij samen. Want wij hebben wel vaker dat als we op reis gaan, dat we niet weten hoe zwaar de koffers zijn. En Marjolein die zit dan nog wel eens te stressen. Die zegt, volgens mij is het veel te zwaar. Dus toen dacht ik, weet je wat? Ik koop gewoon even zo'n weegschaal voor de koffer. Dus wat je doet, is je doet deze vast aan je koffer. En dan til je hem omhoog. En dan zie je gewoon precies op dit schermpje hoe zwaar je koffer is. Nou, een handig middeltje. Je legt dat bij de koffers. En even een vloercleaner. Dit is een vloercleaner voor je robotstofzuiger. Daar doen we altijd water in, zodat die alles kan schoonmaken. Maar blijkbaar heb je dus een middeltje wat je in die bak kan doen gemengd met water. Waardoor de vloer echt lekker schoon, mooi gereinigd wordt. En niet alleen met heet water, maar ook met een schoonmaakmiddeltje erin. Dus die zag ik ook op de actiepagina. Ik dacht, mooi meegenomen. En deze hadden we al, maar die was kapot. Dus ik heb even een nieuwe gekocht. We gebruiken hem ook echt heel vaak. Vooral Myron heel veel. Deze hebben jullie waarschijnlijk wel vaker gezien in de vlogs ook. Dit is echt een super nice statief waar je je telefoon in kan doen. Dus die druk je aan de onderkant, druk je hem open. Dan heb je drie van die pootjes. En dan kan je deze eruit trekken. Hoppakee. En dan heb je een heel lang statief. Oké. En daar kan je dus je telefoon schuin inzetten, op deze manier. Maar je kan ook je telefoon er recht in hebben, op deze manier. Dus dat is echt perfect. Dus hebben we daar een nieuw statief van. Dus dat is nice. En dan nu alleen nog de grote pakketjes eigenlijk. En die heb ik hier in de hal staan. En dat zijn vier dezelfde pakketjes. Alleen dit was ook echt een hele mooie aanbieding. En dat kon ik gewoon niet laten liggen. Het enige vervelende hiervan is dat ik nu heel erg veel karton heb. Terwijl de kartoncontainer al vol zit. Maar zoals ik al zei, ik kon de aanbieding niet laten liggen. Hoppakee. Toiletpapier. Maar echt heel veel toiletpapier. Ik heb ze allemaal uitgepakt. Het zijn in totaal 84 wc-rollen. Hoppakee. En dit doe ik eens in zoveel tijd. Ik koop eigenlijk altijd mijn toiletrollen online. Omdat je hebt vaak gewoon aanbiedingen en dat is gewoon voordeliger. Je hebt alleen veel karton liggen. Ja, dat breng ik dan wel even weg van de vuilstort straks. Maar we kunnen er weer even tegenaan. We hebben genoeg wc-rollen. Let's go. Trouwens, jullie weten dat ook nog wel van het appartement. Daar had ik altijd een hele grote toren tegen de muur aan staan van wc-rollen. Maar nu hebben we kastjes bij de wc. Dus kan ik ze allemaal in een kastje leggen. Dus dat is perfect. Let's go. De rest van de wc-rollen die leg ik hier allemaal in dit hok. Dit is echt een perfect hok om gewoon al die spullen neer te leggen. En ik hoor van alles beneden, dus ik denk dat het gelukt is eerlijk gezegd. Laten we even checken. Maar doet hij het weer helemaal of niet? Hij doet het weer helemaal. Ja hè? Nou, ga je even een ijskoord pakken of? Ik heb het vrij lastig wordt. Ja, ik heb wel echt mijn best gedaan hoor. Ja, ik zal zien omdat hij nu gemakst is dat hij toch anders speelt. Dat sommige shots nu wat moeilijker te raken zijn door de snelheid. Ja. Het zal met een paar dagen wat anders zijn. Je kan altijd de kracht van je flippers iets terugzetten. Ja. In het menu. Zodat je wat meer balcontrole hebt. Oké. Okay. Dat zal ik je straks laten zien. Maar is goed. Waarschijnlijk, kijk, de doeken booms, die zijn nu net iets te snel. Ja, ik zie het ja. Niet altijd erin. Maar die kan ik zo iets naar beneden schroeven qua kracht. Oké. Okay. En dan. Nice. Nou, dat ziet er in ieder geval goed uit. Ja, Melvin die heeft hem dus helemaal gewaxt, de kast. Dus alles glijdt nu veel sneller. Dus het is echt even wennen waarschijnlijk met spelen. Maar het is alleen maar een leuke uitdaging. Oh yeah! Woo! Let's go! De eerste miljoen, dames en heren, is alweer gehaald. Maar alles gaat zo snel, het is echt soms moeilijk om bij te houden. Oké, de pinballmachine die doet het weer. Ik heb even een potje gespeeld en wauw, wat een verschil. Er zit snelheid in die machine nu, omdat hij hem helemaal gewakst heeft. Dat is echt bizar. Maar goed, we gaan niet op de pinballmachine, want het is veel te mooi weer en ik wil lekker buiten zijn. We gaan even naar Milan toe, want er is iemand langs bij Milan die ik graag eventjes een keertje wil ontmoeten. En laatst heb ik in de vlog ook een shout-out naar hem gedaan. En is het me ook gewoon gelukt. Dus ik wil eigenlijk ook even een beetje trots zeggen van, joh,
Ik kan het ook. Dus laten we even gedag zeggen. We gaan eventjes naar de achtertuin van Milan. Boys! Yo! Luc! Daar is die. Let's fucking go, man. Hoe is het? Ja, goed met jou? Goed om je te zien. Ja, leuk te ontmoeten, man. Ja, echt. Ik heb veel van je gehoord, veel van je gezien. Zeker. Inspiratie voor mij geweest. Oh, dankjewel. En het is me gelukt, hè? Het is je gelukt. Ja, ik heb het gezien, hè? Ik heb het laatst gedaan, dames en heren. Ik ging ook helemaal los, hè? Ik was ook back in the game, chat. Hij was ook back in the game, chat. Dat was echt keihard. Dat was echt, maar het is echt serieus. Voor de mensen die niet weten, Luc Steen, veel dingen op TikTok van trucjes die je doet met dat je hem vast hebt in de basket. En het lijpen hiervan is, je ziet het en je maakt het zo makkelijk lijken. Dat ik op een gegeven moment dacht van, oké, ik moet zelf proberen. En toen heb ik echt gewoon zoveel geprobeerd. En toen kwam ik erachter van, damn, dit is echt moeilijk. Maar als je hem raakt, dan heb je echt die hype. Ja, dan heb je die hype, hè. Ja. En ik was met Benny en Noël. Klopt, ja. En ik zag gewoon aan jullie, jullie werden helemaal gewoon hyped, helemaal gek. Ja, ja, echt dat leuk was, om te dat zien. Dat was echt super nice, wel echt super nice. Ik wil je eigenlijk eventjes vragen en uitnodigen, want ik heb bij mij in de tuin heb ik een basket. Oh nee, shit. Nee, nee, nee. Je bent nu hier, Luc. Oh, het is voor jouw content, Milan. Dus ik wil hem eigenlijk even jatten voor de content. Nu moet je een keuze maken. Welke knol vind je Wie kies je? Kies je Milan of kies je nu mij? Ik in de situatie nee, zeg maar, wie kies je? Nee, ik dus kan de niet moment kiezen. Of terug. Allebei. Ik had aan Milan gevraagd, want Milan die zei ik ga opnemen met Luc. Toen zei ik van, oh, laat even weten als je klaar bent, dan kom ik even langs. En als je het cool vindt, en als Luc het cool vindt, dan leen ik hem even, want ik heb bij mij thuis... Nee, maar meer in de zin van, ik wil niet Luc bij Milan wegjatten, ja toch? Jullie hebben een video opgenomen, ja, anders kom ik weer aan voor de vlog en claim ik alles op de wil. Ja, maar het is ook weer, ik ken Luc al veel langer en zo. Ja, nee, maar jullie zijn eerder matties dan wij, hè? Ja. Wij worden vanaf nu matties, oké? Ja, tuurlijk. 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 Kijk, als ik mijn baard laat groeien is hij ook oranje, dus we hebben sowieso een gemis, snap je? We hebben wel die kennis. Nee, dat wordt leuk. Ik heb serieus een basket in de tuin bij mij en ja, nu wil ik het in het echt zien, man. Ja, snap ik. Ik ben down. Oké, is goed. Nou, let's fucking go dan. Oh, het is echt een kwestie van... Ik heb een tip nodig, ja. Luc. Ik heb een tip nodig. Geef die jongen een tip. Oké. Okay. Ik pak hem te snel. Ja, je moet zo lang mogelijk naar de bal blijven kijken. En echt, je moet hem echt willen vangen. Je hebt echt beenspieren, hè? Ja, ik weet het. Hij doet niks anders dan... Ja, klopt. Oké, gewoon echt, je moet zo lang mogelijk kijken en gewoon willen vangen. Dat is echt gewoon... Ja, willen dat sowieso. Oh, ja, ik had hem niet heel chill. Maar nee, het komt goed. Die Luc ook naar de camera. Oh! Oh! Nee. Je kan nog herstellen. Hoe kan ik herstellen? Ja, zo. Springen naar boven. Even pakken. Ja. Neem hem over, neem hem. Ik heb hem. Oké, we kunnen dat nu. Oké. Heb je? Ja, kijk, dat werkt. Okay, je hebt hem wel goed. Dit is de Noël. Ja, toch? Ja, je hebt hem. Kom maar. Oh, shit. We hadden hem wel, soort. Oké, laten we even in de tuin gaan. En dan zetten we de basket even klaar en dan gaan we het proberen. Oké, dames en heren. Ik heb een cameraatje op mijn hoofd. Die gaan we even uittesten. Het is een nieuw cameraatje van Milan. Ik heb hem zelf ook besteld. Maar Milan die heeft hem al wat vaker gebruikt, dus die weet hoe het werkt. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar ik heb hier een basket liggen. Ja, die is alleen omgewaaid door de wind. Maar laten we hem even rechtop zetten. En ik denk dat we deze ietsjes meer in het midden gaan zetten. En dan gaan we het laten lukken. En dan first try. Ja, tuurlijk gaan we het laten lukken. En trouwens, deze had ik ook bij mijn OG-veldje. Maar mensen hebben hem gesloopt helaas. Meen je? Ja, ik had hem ernaast gezet voor twee baskets. Voor precies. Ja, ja. Toen hadden mensen hem... En wat is nu het wereldrecord van hoe vaak je hem achter elkaar in de basket hebt gedaan? Zeven keer achter elkaar. Zeven. Wow, dat is wel sick. Gek. Ja, snap ik. Ja. Nice. En voor de duidelijkheid, dit is dus Luc Steen en dit is Matty. Yes. Jij bent cameraman of zo. Ja, of? Ja, met hem doe ik alles samen. Zonder hem was ik ook niet daar gekomen. Nice. Dus sowieso dank aan hem. Ja, dat is mooi om te zeggen en mooi om te weten. Ja, goeie. Hard, man. Nice, heb je ook nodig. Je kan het niet alleen. Oké, is cool. Nou, we gaan even dit ding verplaatsen. Ja. Daar staat hij. We hebben hem expres hier even neergezet op een plek waar we genoeg ruimte hebben hierboven. Want Luc kan die ballen hoog knallen. Ja. Eerste keer, hè? Eerste keer. Ja, alsjeblieft. Ik moet hier in de game. Nou, laat het maar zien, je kunstje. Ja, tuurlijk. Tenminste, als je het wil. Ja, tuurlijk. Ik kan ook nog handstand doen. Oké. Okay. Maar we doen eerst natuurlijk de... De enige echte. De Luc Steen stempel. Ja. Want jij hebt altijd een beetje dat je er schuin voor staat, omdat je weet, ik doe hem een beetje naar links erin. Ja, precies. Rechtervoor is moeilijker, want dan moet je... Precies. Ik heb een beetje die afwijking naar die kant, dan ga ik hier staan. Oké, top. Ik ben benieuwd.
eerste poging. Voor een eerste poging was het een hele goeie. Oké, nu is de vraag, hoe vaak heeft hij nodig om hem uiteindelijk in de basket te krijgen? Ik ben benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd. Gaan we ze allemaal tellen? Ja, tuurlijk. Ja, is goed. Oh, alweer een goede poging. Okay, die was wel het dichtstbij nog. Het bord is geraakt. Het bord is geraakt. Hij zit nog niet in de game chat, maar dat gaat nog komen. Het gaat nog komen, geloof me. En dan gaan we los, hoor. Ja, dit is hem. En zo! Hoe dichtbij kan je zijn? Kom op, man. Zet hem door. Ja, we gaan hem sowieso door. Oh, hoe dichtbij kan je zijn? Ik dacht, hij gaat er nog via die ander in, hè? Dat dacht ik ook. Dit was de zesde poging. Maar binnen de 10 keer moet het sowieso lukken. Maar je ziet ook al gewoon, elke keer als hij hem vast heeft, krijgt hij het voor elkaar om die bal perfect over zijn been te laten rollen. Dus dat is wel sick, hoor. Oh, weer op de rand. Back-to-back rand. Oké. Achtste keer. Achtste. Hoi. Oké, bro, we zijn op nummer 9. Heeft hij het al bewezen? Het is hem nog niet gelukt. Nee? We zijn bij nummer 9. Nou, dat was over 2 uurtjes. Hoe lang waren wij bezig toen, Luc? Een uurtje of anderhalf? Voordat je hem erin kreeg? Nee, veel korter, man. De eerste hadden we echt binnen... Ja, de eerste was echt 10 minuten. Ja, hè? Maar die tweede was... maar die was ook wat moeilijker. De eerste was gewoon een flesje ervan afschoppen en de tweede was erin of zo. 20 minuten. Oké. Ik wil gewoon niet gaan lopen. Langer? Nou. Ja, ik ben niet heel goed met tijd, man. Ik ben niet goed met tijd. Met ja, oké, ik had een first try chat. Uur later. Nee, maar soms moet je knippen, toch? Nou, Milan staat erbij als coaching, bro. Oh, hier komt het. Ah, teamwork. Makes the dream work. Nummer 9, chat. Oei. Maar het is wel sick hoe je hem elke keer perfect over je kuit laat rollen, waardoor je met je hak zo tikt. Ja. Hoe lang duurde het voordat je dat onder de knie kreeg? Zo'n goede vraag. Ik kon hem al op mijn 15e. Toen je 15 jaar was? Ja. Hoe oud ben je nu? 25. Dus je doet dit al 10 jaar? 10 jaar. Serieus? Ja, ik zeg. 10 jaar dezelfde truc, hè? Wat? Ik vlog 10 jaar en jij doet dit 10 jaar? Ja. Let's go, man. Let's go. Wereldrecord, chat. Wereldrecord. Wat gaande. 10 jaar vloggen, 10 jaar deze truc. Wow, dat is keihard. Wat? Al 10 jaar? Als ik een euro zou krijgen voor elke keer dat ik die truc deed. Hè? Nu snap ik hem. Oh my god. Oké, laat ik het zo zeggen. Als jij hem nu raakt, ja. 100 euro. Ja? Let's go, tuurlijk. En je krijgt een nieuwe bal van me. En nieuwe bal? En waar ik wel knolpowerbal. Hij gaat meteen goede tips geven. Ja, zeker. Ik zal zo'n verhaal vertellen over TV West dat ik hem neerzet en schoot hem in 1 keer in. Ja. Oké, let's go. Weet je, we maken het nog gekker. Als je hem nu raakt, 1000 euro. Wat? 1000? Geen grap, 1000 euro. Hoe raakt deze shit? Zo één. 1000 euro. Oké. Hij gaat helemaal zijn hoofd krabben. Oké. Ja, als je hem nu raakt. Oei. Elke poging die je doet, gaat er de helft vanaf. Dus deze is voor 500. Oké, yeah. Focus. Ja, focus. Focus maar. Oh, te zacht. A few moments later. 7,50. Oh. Oei. Ja, weet je wat het ding is, dames en heren? Het is op dit moment 3 uur en ik vind het echt heel vervelend. De timing is niet echt nice, maar ik moet er nu vandoor. Ik moet er vandoor. Toen ik bij de tuin stond van Milan, toen zei ik al tegen Luc, ik heb een kwartiertje de tijd, nu moet ik echt vandoor. Dus ja, als jullie verder willen filmen hier in de tuin... Maakt niet uit, als jullie door moeten... Wij filmen wel door, we blijven halveren. Ik heb wel 5 cent uitgegeven. Ja, misschien kan ik het 1 keer vanaf hier gooien, dat is wel gaaf om te zien. Hoe het zal ik het ook eens proberen? Ja, is goed. Ja. Krijg je van mij... 1000 euro. Leg bij. Ja, ik ben niet zo rijk. 500 euro. Ik heb die nieuwe overkapping bij jou gezien, kom op. 500 euro. Dat is tegenwoordig ook niet niks. Oké, 600. Oké, jij probeert 1 keer en ik ook 1 keer vandaar, ja? Is goed, en dan krijg je 600 van Milan, hè? Als jou het lukt of als mij het lukt? Wat? Ja, ook voor hem. Wij zijn nu samen. We zijn een team, hè? We zijn een team. Ja, ik hier. En omdat hij het verder doet, krijgt hij het dubbele. Dus toch. Ja, wat? Tuurlijk niet. Je hoort het, Het is wel zo eerlijk, toch? Ja. Oké. Ja, inderdaad. Juist. Waar ging je heen? Yes, mijn geld hou ik. Yes, ik hou mijn geld. Nu ga ik voor 300, ja. Ja, heel veel. Damn, dit is zo moeilijk, dames en heren. Dus ja, laatste keer, bro. Let's go.
Oh, wel ver hoor, die bal gaat wel echt ver. Damn, ik denk we moeten het een andere keer laten lukken, man. Wordt al de hele tijd gebeld. Dus, ja, ik hoor het alweer. Hey, thanks voor je tijd in ieder geval. Ik waardeer het. Jij ook bedankt. Ja, graag gedaan. Moet de camera maar niet vergeten, jongen. Hoe vaak sta jij wel, hoe lang sta jij wel niet met de camera voordat het lukt? Elke keer die bal halen doen. We zijn ergens gekomen, toch? Ja, zeker weten, zeker weten. Team efforts, mooi om te zien. Ja, man. Heel veel succes super, nog. Super hard. Yes. Fijn. Jij ook natuurlijk. En ja, laten we nog een keertje afspreken. Ja, zeker. En dan trek ik er wat meer tijd voor uit. En dan gaan we hem even... En dan gaan we het echt goed in de game. Dan gaan we het laten lukken. Komt goed. Kijk, Milan zit nog even te proberen hier. Lekker, bro. Oké, komt goed, bro. Misschien kom je ooit in de game. We gaan ook een keer proberen. Ik wil mijn camera even terug. Oh ja, shit. Oh ja, die hebben we. Oké, bro. Is goed, dankjewel, bro. Thanks. Zo'n zus op je afspraak. Jammer, hè? Jammer. Kun je niet zien hoe die 5 cent verdient. Vet, jammer. Ja, echt balen, man. Ja, ik had het zo graag in eigen ogen het echt willen zien. Ja, in een envelop ook helemaal. Ja. Nee, maar dat Luc het lukt. Oh, dat bedoel je? Ja. Oh ja, maar dat heb ik al zo vaak gezien. Ja? Ja. Ja, hij is mijn mattie, bro. Ik zie hem elke dag. Mooi, joh. Dat is wel echt nice, bro. Ja. Wel echt nice. Geef jij mijn nummer even aan Luc, ja? Ja. Oké, is cool. Dan worden we ook matties, ja? Hai. Ja, en rustig aan, bro. Ik had al van Milan gehoord dat Luc echt een super chille guy was en heel erg down to earth, heel erg relaxed. En zo komt hij ook over. Ik moet heel eventjes naar een afspraak. Ik moet namelijk even iets ophalen. Dat is voor later, voor een andere vlog. Dus dat ga ik jullie later vertellen. Dus moet ik heel even weg, ben ik zo weer terug. Dames en heren, we zijn weer terug. Ik heb even een microfoontje omgedaan. En als het goed is, als Luc nu praat, ook al zie je hem niet, dan staat hij verderop. Hoor je hem ook, Luc? Yo. Ja, ben je back in the game? Ja, tuurlijk ben ik back in the game. Oké, let's go dan. Ik ook, man. Let's go! We moeten even in de game gaan. We gaan het laten lukken. We gaan het laten lukken. Juist. En wat hoorde ik nou? Was het een bucketlist ding om in mijn achtertuin... Ja, dat was een bucketlist dingetje. Keihard. Dus die moeten we afstrepen vandaag. Oké, ja, als hij erin gaat, hè? Als hij erin gaat, dat is de vraag. En anders dan, ja, mag je nooit meer komen. Oh, shit. Ik wil het zien vandaag, man. Ja. Nee, komt helemaal goed. We gaan het proberen. We hebben 2 ballen. Bro, gooi maar op. Oh, zag je dat ik klaar was? Ja. Zag je dat ik klaar was? Ik wil hem vangen. Yep. Oh. Ja, net te hoog, ja. Ja, geef me even een tutorial. Want kijk, wat ik nu doe, dames en heren, is dat ik zeg maar die bal Je hebt hem wel klem, maar daar. Precies. Ja. Dus ik heb hem niet goed klem, precies hier, maar meer hierboven. Ja, ik heb wel iets wat je sowieso kan veranderen. Kan je de bal stil leggen op je voet? Of ja, niet? Ja? Zeker. Wat je dan doet is niet heel hoog, want dan is het vangen heel moeilijk. Ja, ik kan het dan wel. Oh, maar jij vangt zo. Ja, ik vang hem echt want zo. Want ik vang zo... En ja, jij doet echt... Ja, klopt. Daardoor komt hij gelijk op de goede plek. Maar even serieus, is dit dan die glitch? Ja, dat is de glitch. Ja, nu weet je het. Nu weet ik het. Nu weet ik het. Nee, maar wat je dan doet is zo en dan heel laag. Eigenlijk de hoogte van je knie al, doe je echt maar een klein stukje. Ah. En kijk, ik zie heel veel mensen die hebben hem dan hier. Ja, dat is wel kut, maar dan kan je... Ik kan hem dan een beetje naar achter. En stel hij komt wel laag, wat ik dan doe... Komt hij nu omhoog. En dan ja, maar dat is wel... Wow, dat was clean as fuck. Dat was echt, wauw. En nu hitte. Ja, kom maar. Oh, wauw. Ja, zie je weer erboven. Ja. Oké, dus ik moet nu... Leg hem eens op je voet. Zo, kijk, snap je? Want kijk, ik heb nu al rode zijkanten. Juist, oké. Iets hoger, dan moet je zo omhoog. Omhoog. Zo heb ik hem toch? Juist. Voel je nu die... Zo, toch? Ja, nu heb je hem, oké. Zo is hij goed. Ja. Soort van? Ja, dat was hem. Maar je moet... Oké, ik ga mijn veters een beetje strikken en dan gaan we hier even doodzweten, denk ik. Want Milan die kent mij ook. Ik ga net zo lang door dat ik hem heb. Ja, klopt. Ja, zo ben ik ook. Ja, hè? Ja. Het moet ook wel met het trucje, denk ik. Juist, nu heb je hem wow, gelijk. Wow, gelijk! Oké. De truc is nu eigenlijk naar voorleunen en dan niet te vroeg naar achter, want dan gaat hij naar achter echt... Ja, juist, wow. Kijk. Zie je? Dat is hem. Zie je? Nu heb ik je snap hem. Hem. Nu heb je hem. En dat voelt lekker. Ja, dat voelt lekker, hè? Kun je nagaan als je in je heen gaat. Ja. Juist, naar voren. Ja, kijk, wow. Enzo, je hebt hem. What the fuck? Nu heb je die uitleg. What the fuck? Juist, perfect. Die is goeie, toch? Ja, die is goeie. Probeer voorover te leunen, ja? Dus naar voren. En voor. Juist, kijk. Dat is hem wel. Nu is het de dat Scorpion. Is hem wel, nu ja. Ja. Juist, nu heb je hem weer. Oké. Naar voren, achter en naar voren leunen. Dan heb je hem. Juist, Enzo! Wow. Shot!
echt iedereen zat, man. Je had hem bijna. Kom. Shit. Ja, dit vind ik echt tof, dat je hem nu gewoon begrijpt. Want eerst achteruit is ook heel moeilijk, weet je. Ja, want dan rol ik hem naar achter. Ja, maar nu, omdat je zo ver vooroverleunt, moet je die hak wel. En hoe meer je dit doet, gewoon zo, op een gegeven moment ga je heel gek genoeg, kan je gewoon mikken op een gegeven moment. Dan weet je, oké, ik moet hier staan. Precies, want daar, zo die hak. Gewoon even kijken wat voor afwijking ik heb. Ja, inderdaad. Zo, je hebt hem gelijk, juist. Ga maar staan. Oh bro, als je deze dan hit, nu dan hit. Als je hem dan nu hit. Oh. Dat was wel. Dat was hem wel. Dat is eigenlijk, misschien als ik hem doe. Ja, ik kan hem gewoon overal wel vangen hoor. Ja, en ik doe hem verkeerd. Ja, ik vang hem dan wel op hoor. Juist. Bro, pak hem. Oh, hij heeft hem nog. Ik heb hem. Oh, dat scheelde niet veel. Oh. Nu omhoog. Juist. Dat is die correctie. Correctie, hè? Kan hij nu gewoon. Zo en zo. Oh, shit. Dat is weer die achterwaartse. Ja. Maar die correctie begint er nu ook in te komen. Maar het is echt zwaar, man. Aan het begin had ik ook gewoon spierpijn hier, mijn hamstring. Ja, geloof ik. Kuit. Ik heb nu al helemaal rood. Ja, inderdaad, helemaal rood hier. Bij mij, zie je een rood? Nee, hè? Nee, niet meer. Die kinderen, jeugd die nadoet, vind ik geweldig, maar al die filmpjes. Ja, snap ik, tuurlijk. Het is toch mooi. Je bent gewoon inspiratie voor mensen. En die positiviteit die je hebt, daar ga ik gewoon zo goed op. Ja, kijk, dat heb ik bij jou heel erg. Echt een van de meest positieve gewoon YouTubers gewoon, die er is gewoon in Nederland. Weet je wel, in het buitenland heb je natuurlijk ook genoeg. Juist, correctie. Zo! Oh, dat was echt een hele erge. Die was goed, man. Oh. Je hebt hem wel door. Dit vind ik echt tof, man. Je hebt hem door. Ik heb hem door. En bedankt voor de lieve woorden, Luc. 7 keer met hem. Juist. Goed staan. Juist, perfect. Ik zag hem niet. Oh, en zo wat een bijna. Oh. Zo. Die was dichtstbij tot nu toe. Ik ben wel blij dat hij misschien niet erin ging. Ja, ik ben wel, ja. Holy shit. Ja, dat is hem. Je doet er wel mooi de lucht in, maar ik kan hem gewoon vangen, weet je. Ja, dat scheelt. Als ik een fout doe, kan je hem eigenlijk vangen. Kan ik je corrigeren. Dus wat we het beste kunnen proberen is, ik probeer gewoon in de gewoon basket. Erin. Als hij erin gaat, heb ik die. Maar als hij omhoog gaat, pak jij hem dan. Pak ik hem. Hey, zo was je. Holy shit. Als ik hem niet dat had. Was netjes, man. Hij doet even 360. Even checken hoor, dames en heren. We hebben even een klein beetje talk gehad hier en daar. Het is 29 minuten aan het opnemen. Nou, dat valt mee. Dat kan nog wel langer. Dat kan langer, hè? Tuurlijk, kan langer. Die batterij kan ook langer mee. Daarom, dames en heren, we gaan in de game met de enige echte Enzo Knol. Shout-out naar hem. Hij kan de truc al nu. Dus dat is perfect. Dat is nice. Dat is het begin. Dat is heel nice. En ik heb sowieso meteen echt al zoveel ideeën. Wat ook echt een keer keihard om te doen is. Laat vooral weten in de reacties als jullie dat willen. Dat we misschien de volgende keer afspreken. En dat we dan de camera aanzetten. Ja. En dat we dan kijken hoe vaak we kunnen raken met één batterij. Zo! Dit is een idee. Dit is een idee. Ja, dat is de challenge. Ja. Want zo vaak idee. Mogelijk de trickshot met één batterij van de vlogcamera. Ik weet niet hoe lang die meegaat. Dat hangt ja, er vanaf. Dat is juist het mooie, weet je wel. Dus ja, misschien raken we hem net als die uitvalt. Ik heb geen idee. Ik was ook een keer in jouw live. Toen ging ik ook reageren. Toen zeiden allemaal mensen, Luc, Enzo je chat, Enzo je chat. Ja, toen dacht ik, nee. Ik dacht echt van, nee, dat meen ik. Maar toen was je bij dat schooltje met die muur. Met die basketbalmuur. Ja. Die nu weggehaald is. Is die nu weggehaald? Die hebben ze gewoon weggehaald, hè. Waarom? Ja, ik stond er elke avond. En ik denk dat die mensen in de buurt een beetje overlast. Dus al die kinderen kwamen er naartoe, ja. Hey, dat is dedication, man. Ja, dankjewel. Hij heeft gewoon een basket weg laten halen. Ja. De school had een hele directrice, al die dingen, had een hele meeting om gewoon... Wat gaan we doen met die basket, ja. Oh. En volgens mij ligt die basket nog in die school, hè. Damn, die moet je gewoon eigenlijk kopen en gewoon je naam erop plakken. Dat zei hij ook al. Ja. Dat gaan we denk ik gewoon doen, jouw eigendom eigenlijk. Je hebt hem gewoon geclaimd. Iets omhoog corrigeren? Juist, oh, perfect. Joh, die was lijp. Ja, die was van. Netjes, man. Iets omhoog? Ja, perfect, nu. Ja, ik zie dat ook wel, hoor. Dit is hem, hè? Hij ziet dat. Ja, ik vind het ziek, hoor. Oké, naar voren, naar achter en naar voren leunen. Zo! Dat is hem, hè? Dat is hem. Die gaan we vaker doen. First try. Niet op het zweet letten. Juist, corrigeren. Ietsje. Ja, jij hebt hem. Let's go. Oh. Boom. Dit had er moeten zijn, Enzo! Chat, dit had er moeten zijn! Dit had er moeten zijn, dit had er moeten zijn. Deze was zo dichtbij, hoe dichtbij? Maar dit motiveert ons alleen maar meer. Ja, hè? We gaan door. Je wel down, hoor. Zo, Enzo! Fucking hell, bro! Fucking hell! Wat? Wow! Oh, dit was wel best wel clean, hoor. Ja? Qua richting, ja, het scheelt zo'n stuk. Even het gevoel krijgen. Zo! Enzo!
Even het gevoel krijgen. Hij heeft hem even het gevoel krijgen. Even het gevoel krijgen. Dit was letterlijk first try. Ik maak niet eens een grap met jullie. Hè? Let's go. Ja toch? Ja, ja dit is hem! Glit in de gamechat! Glit in de gamechat, hè? Uit het niet. Wat is allemaal gaande? Kom in de Matrix met Enzo Knol in zijn achtertuin. Oké, nu moet ik hem nog hebben. Ja, nu moet jij hem nog. Let's go, hoor. Boom! Dit is crazy. Dat was hem. Hè? Zo! Ha! Zo, en zo. Come on, hè. Come on. We geven niet op, mensen. We geven niet op. Oké, let's go. Staat hij aan? Staat hij aan? Hij staat aan. Come on. Zo. Wij staan ook aan. Let's go. Oké, met een stuit. Met een stuit. Ja, stuitje. Oh, corrigeren. Nog een keer. Nog een keer. Nog een keer. Nog een keer. Ja, perfect. Let's go. En zo. Ja, met stuit. Oh! Dat meen je niet. Fuck, hoe dichtbij dan? Dat is niet normaal, hè? Maar we geven niet op. Dit was wel een van je beste schoten, man, denk ik. We geven niet op. Tekken, 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 tekken. Als die erin zat! Ja! Fuck! Shit, dat scheelde zo weinig. Shit! Hey, oké, misschien is dit de truc. Misschien is dit de truc, dames en heren. Ja, dit is de glitchbril, de matrixbril. De matrixbril, wat? Zo, inderdaad. De matrixbril. Let's go. Sorry. Kijk, deze zit erin. Vangen? Juist, corrigeren ietsje. Perfect. Oh, wacht. Luc, mijn telefoon gaat. Ah, wel. Wie is het? Mijn vriendin belt. Mijn vriendin. Hier, neem op. Hey, schat, wil je met mij in de game? Wil je niet met mij in de game? Oh, hij was bijna, hè? Hij was bijna first try in de game. Oh, als die dan wel erin zat, dan had ik gezegd van, hé, maar Luc is wel met mij in de game chat. En zo! Fuck! Wow. Fuck! Hij had hem bijna, chat, bijna. Fuck! Geniet je ervan? Ja, ik dacht echt dat ik erin ging. Jij gelooft in me, schat, hè? Ik wil even één keertje schieten. Ja. Ik wil even één keertje schieten. Bro. Zit hij weer erin? Let's go. Hè? Hij heeft hem gewoon. Tweede keer. Oh my god. We gaan nu voor een derde keer natuurlijk. Let's go. Ja. Ja. Wat is allemaal gaande, chat? Hè? Dit is lijp. Dit is lijp. Dames en heren, dit is de allerlaatste. Daarna gaan we lekker pizzaatje eten. Shoutout naar Luc, shoutout naar de cameraman, shoutout naar jullie voor het nog steeds kijken. Ah, daar gaan we. Juist. Glitch, kan gewoon. Oh. Ik geef het op. Ik ben klaar. Ja. Dames en heren, het wil niet lukken vandaag. Ik heb alles gegeven, maar we gaan lekker pizza eten. Let's go. Schatje, dit is niet normaal. Het is niet gelukt, maar check mijn benen. Ja, ik zag het al. Je hebt gewoon morgen een beetje bloed uitgestort. Dit gaat niet goed komen, hoor, mensen, kan ik jullie vertellen. Ik krijg echt blaren hiervan, dat weet ik zeker. Thanks voor die blaren, man. Bro, geen op mijn been. Nou, dat kan je nu wel heel goed. Is wel zo, ja. Dat vangen gaat echt super lekker, maar... Wauw, Mario gaat lekker pastaatje eten. Dat was nog over van eergisteren. Ja. Dat was genoeg voor twee personen. Zeker. Dus voor Mario en voor de cameraman, ja, Luc en ik, die hebben lekker pizzaatje. Pizzaatje. Kijk. Zo, kijk dan. Alsjeblieft. Zo, iets smakelijk. Dat sowieso. Dit wordt lekker. Oh, salami in Hawaii. Boom. Hebben we verdiend dit? Ja, we hebben zeker verdiend. Let's go. Ja, je hebt hem één keer heel nonchalant erin geschoten. Ja, klopt. Die was echt heel nice. Dat was niet de Luc Steen truc, maar hij zat er wel goed in. En bij mij ook weer gewoon die nonchalant, gewoon die... Niet normaal. Drie keer? Eet smakelijk. Vier. Ja, bro, dope. Juist. Ja. Let's go met Enzo. Kom, wat is allemaal gaande? Crazy. Boom. Hé? Let's go. Wat is allemaal gaande? We zijn nu helemaal warm. We gaan nu terug voor een back-to-back van jullie. Dat willen jullie zien. Precies. Back-to-back. Let's go. Let's go. Juist. Klemmen, zo. Nu? Ja, hard. Zie je terug weer? Kom maar. Juist. Ja, Enzo, back to back! Wat is allemaal gaande? Back to back! Wel, wat is allemaal gaande? Ja, dit meen je niet. Back to back met Enzo Knol. Wat is echt allemaal gaande? We gaan natuurlijk voor de back to back to back. Wereldrecord. Voor het wereldrecord. Wat is gaande?
hardcore back-to-back-to-back. Maak niet eens een grap met jullie. Hoeveel scheelt dat en zo? Nu normaal, dat was zo close. Chat, we hebben hem nog. Wat is serieus allemaal gaan? Ik glitch in de bosjes of zo. Glitch in de bosjes! En we hebben hem! Wat? Glitch in de Matrix met Enzo Knol. Wat is allemaal gaan? Wat een assist! Wat is gaande? Hij was even in de bosjes, hij was heel even weg, maar hij kwam terug en hij was weg. Ah, Chat, dit is crazy. Ik ben klaar voor vandaag. Dames en heren, ik zweet me weer helemaal kapot. En deze keer, het water zit er nog allemaal in van de vorige keer. Ik ga gewoon eventjes afkoelen. Ook mijn benen aan de binnenkant, die staan echt helemaal in de fik. Die zijn gewoon echt, die staan echt in de fik. We gaan even afkoelen. Oeh, was nog wel fris hoor. Oh. Wauw. Lekker man. Ja. Oeh. Zo. Lekker hoor. Ook erbij? Ja, tuurlijk. Ja. Kom erbij bro. Is genoeg ruimte. Chat, we gaan ook gewoon een lekker fris badje nemen. Oh. Jullie weten hoe die dingen gaan natuurlijk. Let's go. Oh. Is gewoon lekker man. Ja, dit is lekker. Dat is... Ja, lekker, dit is heerlijk man. Ik ga niet eens verliegen van wat je eerst mee begon naar nu. Met ja, de truc. Wel verschil. De correctie als je hem wil opwippen en gewoon de truc zelf. Er zit wel vooruitgang nu. Nu weet je. Ja. Dus nu is het alleen gewoon oefenen. En dan kom ik er wel. Ja man. Holy shit. Oh, dit is wel lekker. Echt, ja, dit is wel echt lekker hè. Holy shit. Wat ik al zei, het is niet per se super koud. Nee, maar dat vind ik juist wel chill. Maar het is, wordt het, te... het is wel koud, maar niet super koud. We zitten in de game. We zitten in de game. We zitten in de game. Kom op dan. Wat is gaande? Glitch in de Matrix ook. Oh. Ik heb een witte onderbroek aan. Dat is wel een hele gekke glitch. Oh ja. Oh, dit is zo fijn. Hè. Ik ga nog heel eventjes onderdompelen. En dan, dan ben ik echt klaar. Jullie kennen mij. Ik ben niet van het opgeven. Ik ga maar door en door en door. Ik ben blij dat ik heel veel assist aan Luc heb kunnen geven. Uiteindelijk komt een moment vanzelf. Maar voor nu, ik ga nog heel even dobberen. Glitch in het water en zo. Je hebt hem helemaal kapot gemaakt. Zo houdt je adem lang in. Ja, die billetjes. Ik weet niet of je het hoort en zo, maar glitch in het water. Het is allemaal gaande hier. Boah, hij zit echt al lang. Zo, holy shit, hier, petje weer op. Ik hoor in één keer glitch in het water. Je hoorde het wel. Ja, ik moest lachen en toen ging het al. Ik hoorde glitch in het water en toen ging mijn ademhaling en mijn hart al. Toen moest ik lachen en toen dacht ik, ik hou het niet lang meer vol. Oké, okay, ik ga handdoek halen, ja? Ja, lekker. Ja. Wat? Ja, dat is niet normaal. Kom. Ik heb een fout gemaakt. Gast. Ik heb een fout gemaakt. Gast. Uit. What the fuck, wanneer heb je dit gedaan? Ja, ik wil als verrassing het bad klaarzetten voor ons. Nee. Sorry schat, het is overstroomd. Tot waar helemaal? Is het daar ook over de randje nee, gegaan? Nee, het is tot de rand. Je hebt zoveel geluk. Oh, ik wil als verrassing het bad voor je klaarmaken. Dat is wel lief, maar... Hoe de fuck krijgen we dit nu weg? Dit is een game, Chat. Doe die stop uit. Doe die stop eruit. Hoe kan dit? Doe die stop eruit. Ja, ga ik doen. Maar hoe kan dit? Ja, hoe kan dit wat? Ja, hoezo loopt het niet weg? Ja, dat weet ik ook kijk, niet. Kijk, hier aan de zijkant zit zo'n gat, toch? Daar hoort het toch weg te lopen? Ja, dat is wel waar. Waarom? Oh mijn god, wat heb je gedaan? Ja, maar ik was ook veel langer aan het opnemen buiten dan ik dacht. Dus ik dacht... Oh, heb je dit gedaan voordat je die trucjes ging doen? Ja, nee, niet voor die trucjes. Nee, zo net, na het eten... Deed ik hem aan. Ja. En toen ging ik nog in één keer uit het niets ging ik in het ijsbad. Oh my god. Hey, maar ik had dat helemaal niet verwacht dat ik in het ijsbad zou gaan, want zij zouden naar huis gaan. Ja. En in één keer zit je in het ijsbad, ben je aan het opnemen, vergeet je dat. En ik wilde serieus even schone onderbroek pakken, sokken. En toen wilde ik hem uitzetten en ik loop hier naar binnen en ik denk, what the fuck? Je hebt echt geluk gehad hoor. Ja, maar denk ik. Maar we moeten. Dit weg? Ja, met handdoeken. Daar ben ik lang mee bezig. Ja. Oh, ik moet hem nu uitzetten. Oh, het is wel lekker warm. Maar dit is wel raar hoor, want hij loopt dus niet weg hier. Nee, dat is wel gek. Dus er is iets, want er zit hier gewoon een spleet aan de zijkant. Ja. Zodat dit niet kan gebeuren. Klopt. Ja, nou ja. Ga eens op je knieën zitten. Ja, dat heb je goed gedaan. Ik heb wel genoeg schuim gedaan. Maar wil je nog een bad gehad of niet? Ja, uiteindelijk wel.
Ja, dit is de manier. We moeten gewoon die handdoeken allemaal hier neerleggen. Maar we hoeven niet te veel. Ik denk als je die badhanddoeken doet, dan moeten we gewoon elke keer samen uitknijpen. Ja, en elke dan, keer dit oppakken. En dan meteen naar boven. Klopt. Wow. Ja, dat gaat wel even duren. Maar de vloer is dan wel lekker schoon. Ik heb wel lekker de vloer schoon. Ja. Zo, dames en heren. Uiteindelijk. Bedje in plaats van in badje. Maar alles is opgeruimd en het is echt snel gaan opdrogen. Moet je kijken. Het ziet er gewoon nieuw uit. Gewoon clean. Het is gewoon een mooie schoonmaak geweest. Dus het was eigenlijk wel nice. Toch? Had ook sneller gekund. Goed, we gaan lekker slapen. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik ga jullie morgen de binnenkant van mijn benen laten zien, want die doen echt pijn. Dat is niet normaal. Ik heb het zo vaak geprobeerd. Wauw. Maar goed, komt er vervolg nog. Check jullie morgen. Om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke vette peace.